Het veiligheidsvraagstuk van het dorp Galibi in Marowijne zal structureel worden aangepakt. Dit beloofde minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie het afgelopen weekend tijdens een werkbezoek aan Galibi en Langamankondre. Kapitein Ricardo Pané van Galibi gaf aan dat de veiligheid in het dorp te wensen overlaat. Hij zei dat veel buitenlanders, waaronder Brazilianen en Haitianen, het dorp binnenkomen. Deze buitenlanders opereren vaak in het gebied, terwijl niemand weet van waar ze komen. Om de veiligheid in het gebied te vergroten, willen de bewoners graag een politiepost in het dorp. Dat we niet hebben zo veel edati. Want dan kan je poenen voeren, want de volk Iberetto, de volk heeft het nog goed toe de Iberetto. Dus want zo toe veiligheid gegarandeerd. Minister Amoxi beloofde dat er meer aandacht besteed zal worden aan het veiligheidsvraagstuk van Galibi. De minister is zich ervan bewust dat gemeenschappen die vallen onder het traditioneel gezag ook met criminaliteit te maken hebben. En de criminaliteit zijn fasifa ekona na ons ma. Na bijvoorbeeld drugs, ikaren ook te sonet, mekaar ook te alcoholmisbruik, maar u hebt ook te geweld, toch? Tradie nog niet bij Giwan interview naar om ding stichting Apache Media. Dat mij tak ook toe over Densan DC. Tak eigenlijk Densan dat hij na bedreiging die ONU. En werkelijk kapitein zo net die hal aan ook toe tak je, ik denk je, in one tijd spannen voor drie moen zo. Na toesma de jaso. Zei de, trobi, toch? Kan de man bij drie is resi. De man drongo, de man feti. Maar de deconfado. Dus alleen zijn die zien naar bedreigingen die een samenleving. Minister Amoxi benadrukte dat de veiligheid in de traditionele leefgemeenschappen op elk vlak opgevoerd moet worden. In dat kader werkt het ministerie eraan om de bewoners van deze gebieden bewust te maken van de mensenrechtenafdeling die onder Juspo valt.